Merlijn Kamerling, een jonge man van 25 jaar, deelt zijn diepste emoties in het televisieprogramma Special Forces Vips. Tijdens een intens gesprek met de stafleden opent hij zijn hart over zijn overleden vader, de bekende acteur Anthony Kamerling. De pijn van het gemis wordt tastbaar wanneer Merlijn zich herinnert dat zijn vader precies twee weken voor zijn verjaardag overleed. Een zware last rust op zijn schouders, want hij worstelt met de gedachte dat zijn vader mogelijk nooit echt de keuze heeft gemaakt om zijn eigen leven te beëindigen. De schaduw van depressie werd zijn donkere gloed over Merlijns gedachten. Hij bekent dat hij angst heeft gehad om zelf in een neerwaartse spiraal van somberheid terecht te komen. Gelukkig ontsnapt hij aan de genetische erfenis van depressie, maar desondanks voelt hij een diepe treurnis over de eenzaamheid die zijn vader moet hebben gevoeld in zijn innerlijke strijd. In een ontroerend moment deelt Merlijn met de stafleden zijn motivatie om deel te nemen aan de survival show. Hij wil ontdekken hoe ver zijn lichaam hem kan brengen, wellicht om af te rekenen met die innerlijke stemmetjes die hem vertellen dat hij het niet kan. Het stemmetje, dat als een schaduw over zijn zelfvertrouwen hangt, lijkt voort te komen uit een drang om te presteren, wellicht zelfs faalangst. Wanneer de stafleden suggereren dat het benoemen als de zoon van mogelijk een bron van druk is, erkent Merlijn dat dit zeker een rol speelt in zijn beleving. Hij voelt geen directe druk om zich te bewijzen ten opzichte van zijn vader. Maar beseft dat de gebeurtenissen rondom het overlijden van zijn vader onbewust een impact hebben op zijn zelfbeeld. Een van de stafleden benoemt de irritatie van het constant worden aangeduid als de zoon van. Hij stelt een perspectief voor waarin mensen zouden zeggen, dat is de vader van hem, in plaats van de nadruk te leggen op de ouder-kindrelatie. Dit idee raakt een gevoelige snaar bij Merlijn, en hij laat zijn tranen de vrije loop. Het verlangen naar erkenning als een uniek individu, los van zijn vaders schaduw, wordt duidelijk. De angst voor het donker blijkt een diepgewortelde associatie met het tragische verlies van zijn vader. De herinnering aan die fatale avond, met enkel politieauto's en blauwe lichten in het pikdonkere landschap, heeft een blijvende impact op Merlijns psyche. Hij bekent dat hij soms het gevoel heeft dat zijn vader nooit echt zelf de keuze heeft gemaakt, hoewel hij rationeel weet dat dit wel het geval is. Het biedt hem echter troost om op die manier over zijn vaders keuze na te denken, in plaats van te accepteren dat iemand bewust afscheid neemt van zijn geliefde. De diepe emotionele reis van Merlijn Kamerling in Special Forces Vips onthult niet alleen de worsteling met zijn eigen demonen, maar ook zijn verlangen naar eigen identiteit en erkenning buiten de schaduw van zijn beroemde vader.